Ons land sluit de grenzen, alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan. De politie controleert al de hele dag volop aan verschillende grensovergangen. Ja, ik ging dus boodschappen doen voor mijn opa en oma, die liefst niet het huis verlaten. Maar die wonen dus in Nederland en ik kwam vanuit Brugge en ik moest terugkeren. Ondertussen waren de grenzen gesloten. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Krem is bij ons te gast. Hij komt de nieuwe grenscontroles toelichten. Rusthuizen, thuiswerkers, vuilnismannen, begrafenissen. De quarantainemaatregelen laten zich overal voelen. De federale regering komt intussen met nieuwe steun voor werknemers en bedrijven die noodgedwongen stil liggen. In Italië zijn er in één dag tijd opnieuw meer dan 600 doden bijgekomen. Weer een triest record. En in heel Vlaanderen hebben mensen deze middag geapplaudisseerd voor al wie ons door deze crisis helpt. Het is 7 uur. Dit is Het Journaal met Annelies van Herk. Heel goedenavond. Ons land gaat nog verder om de uitbraak van het coronavirus te bedwingen met scherpere maatregelen. Om 3 uur vanmiddag zijn de grenzen dichtgegaan. Aan de grens met Frankrijk bijvoorbeeld wordt er volop gecontroleerd nu. Niemand mag binnen of buiten zonder geldige reden. En van de grens met Frankrijk gaan we naar de grens met Nederland. Want daar sta jij, Caroline van den Bergen. Goedenavond. In Meer bij Hoogstraten is dat. Merk je daar iets van? Hier hebben we nog geen controles gezien, Annelies. Dus deze grote grensovergang met Nederland is dus nog open. Maar ik denk dat het hoe dan ook moeilijk is om ons land echt hermetisch af te sluiten van de buurlanden. Daar heeft de politie simpelweg de mensen en de middelen niet voor. Het is wel zo dat de lokale en de federale politie nu bekijken hoe ze zich het best mogelijk langs die grens positioneren met controles om zoveel mogelijk dat toeristisch verkeer uit ons land te weren en al wie hier niet moet zijn, dat ze die kunnen terugsturen. Vroeger was het makkelijker om te controleren, lang geleden weliswaar, toen er nog grensposten waren. Langs de grens met onze buurlanden, die waren dan ook bemand, daar moest je langs rijden. Maar sinds het verdrag van Schengen is er een vrij verkeer voor personen en voor goederen. En het wordt dus nu een hele organisatie om die controles die er vroeger dan waren, terug op poten te zetten. De politie zegt dat ze zullen controleren met vaste controles, dus op vaste plaatsen, maar ook met mobiele controles. Dus controles die zich zullen verplaatsen langs die grens. En dat is eigenlijk al zo op verschillende plaatsen sinds 3 uur vanmiddag. En kennelijk zijn er ook al heel wat mensen gecontroleerd en teruggestuurd. Dat zegt de commissaris-generaal van de federale politie. Dat is wel degelijk zo. De regel is, verplaatsingen naar tweede residenties zijn verboden. Zowel voor Belgen als voor buitenlanders. Zowel in- en uitgaand verkeer van België. En wie daarmee niet in orde is, 1 wordt beboet en 2 wordt teruggestuurd. Hoeveel hebben jullie er al teruggestuurd? Van de dagverslagen die ik heb doorgenomen, zie ik dat er al honderden mensen zo zijn teruggestuurd. Dat toeristisch verkeer is uiteindelijk gaat in tegen al onze regels die we nu onszelf hebben opgelegd. Absoluut, dat is wat de experten ons zeggen. En zeker nu dat het goede weer misschien op komst is, is de boodschap heel duidelijk. Toeristisch verkeer verboden voor gelijk wie op het Belgische nationale grondgebied en ook de verplaatsingen naar de tweede residentie. Caroline, kan je nog eens zeggen, hoe zit het precies? De grenzen gaan dicht. Niemand mag binnen of buiten of zijn er toch uitzonderingen? Ja, er zijn zeker uitzonderingen. Het vrachtverkeer mag nog altijd vrij in- en uitrijden. En ook mensen die hier werken, dus bijvoorbeeld Nederlanders die in België komen werken en die dat kunnen bewijzen, die mogen ook ons land nog binnen. En voor alle duidelijkheid, het is niet alleen langs de autoweg of de autowegen dat er zal gecontroleerd worden. Ook op de internationale treinen, ook op de luchthaven en ook op schepen, zo wordt ons gezegd. En ook nog belangrijk natuurlijk voor Belgen die zich in het buitenland zouden bevinden. Die kunnen natuurlijk altijd nog terugkeren naar ons land, Annelies. Dankjewel, Caroline van den Bergen. Sinds 3 uur vanmiddag zijn dus de grenzen van ons land gesloten voor mensen die niet essentiële verplaatsingen doen. Toeristische uitstapjes kunnen dus zeker niet meer.
Wij zijn eens gaan kijken wie er zowel de grens oversteekt of wil oversteken tussen Knokke en Sluis. Aan de grens tussen Knokke en Sluis waren er vanmorgen al grenscontroles. Maar sinds vanmiddag 3 uur zijn alle grenzen gesloten voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Goedemorgen, wat brengt u naar Knokke Heest? Ik ben op pad naar Oostkamp. En wat moet u doen in Oostkamp? Met mijn zus. En wat moet u doen bij uw zus? Even op bezoek. Even op bezoek? Bent u op de hoogte van de regelgeving in België? Ik dacht dat ik wel naar mijn zus mocht. Nee. Het is geen familiebezoek meer, enkel de hoogst noodzakelijke verplaatsingen en ook geen familiebezoek. De man moet rechtsomkeer maken. Deze man uit Menen kwam naar een winkel in Sluis. Gewoon ganzeep, omdat in België is geen. Hè. Ik ga ganzeep kopen, ik koop een vitamine. Dat is een niet-essentiële verplaatsing. Hij moet zijn identiteitskaart tonen. Hij zal een procesverbaal toegestuurd krijgen. Toeristische uitstapjes vanuit Nederland of de grens oversteken voor een wandeling, dat kan niet meer. Ze spreken mooi weer dit weekend. We zijn er klaar voor. Dus we hebben extra ploegen die we zullen op het terrein inzetten. In hoofdzak om te beletten dat het virus zich kan verspreiden doordat mensen over een grote afstand zich gaan verplaatsen. Sinds gisteren zijn ook alle campings in Knokke gesloten. Vakantiegangers zijn er niet welkom in tijden van corona. Ook wie naar zijn tweede verblijf wil aan de kust, zal morgen teruggestuurd worden door de politie. In Limburg zijn ze sinds gisteren al politiepatrouilles op pad om het grensverkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen. Oké, dus u weet, iedere niet nuttige verplaatsing is verboden. Ja. Dus als het voor uw werk is, dan is het toegestaan. Ja. Honderden Nederlandse voertuigen zijn al teruggestuurd naar Nederland. Nederlanders komen graag bij ons tanken, want dat kan hier goedkoper. En Belgen gaan dan weer graag boodschappen doen in Nederland. Maar de politie stuurde iedereen die om die reden de grens overstak, terug. Ja, we mogen die grens niet over. En wisten jullie dat? Ja, dat wel. Op de radio was dat wel gemiddeld. We steken vandaag de grens over enkel om te gaan werken. Nederlanders in België, België in Nederland. En voor de rest, co-ouderschap is een regeling. En dan noem ik het de zorgtaken die door niemand anders kan opgenomen worden dan door een familielid. En voor het overige moeten we eigenlijk alle verplaatsingen grensoverschrijdend tijdelijk uitstellen. Ja, grenzen dicht klinkt toch drastisch alleszins, maar in elk geval een stap verder. En daarom hebben we de minister van Binnenlandse Zaken bij ons, Pieter de Krem. Goedenavond, ja. Welkom. Eerst even zeggen, we krijgen veel vragen van kijkers of het nog wel goed is dat we gasten uitnodigen in de studio. Maar aan hen wil ik toch zeker zeggen dat we de afstand respecteren en dat we ook voor een gepaste microfoon zorgen. Dus dat er daar geen probleem is en dat is dan bij deze uitgeklaard. Goed, nieuwe scherpere maatregelen, waarom zijn die nodig? Wel, die regels waren absoluut nodig. Die maatregelen waren absoluut nodig omdat we geconfronteerd werden met grensverkeer. En het grensverkeer was recreatief verkeer, toeristisch verkeer. En heel vele Nederlanders en ook Duitsers kwamen op het gebied van België terecht. En men deed daar inkopen. Men ging naar de Ardennen. En die kwamen uit regio's die bijzonder gevaarlijke regio's zijn. Besmette regio's Noord-Brabant, Limburg. Ook Rijnland-Westfalen in Duitsland. En wij moesten echt op basis van aanbevelingen die uit het medische team kwamen zeggen, we gaan hier halt moeten aan toeroepen, omdat al onze maatregelen die we nu reeds hadden genomen eigenlijk volledig teniet werden gedaan door het verkeer, het persoonlijk verkeer van mensen die eigenlijk onze eigen reglementeringen niet respecteren. Het is een harde maatregel. De grenzen gaan dus dicht. Ja. Voor alle duidelijkheid, ze gaan niet dicht voor mensen die het zogenaamde grensarbeidersverkeer is uitgesloten van deze regeling. Mensen die in de zorg werken langs beide kanten van de grens zijn er ook van uitgesloten. En dan het transport. Maar we moeten dit absoluut doen, omdat anders het recreatieve verkeer, het toerisme en vooral van Nederlandse toeristen in België eigenlijk de verspreiding van het virus ging vervluggen. En dat konden we niet meer, niet meer toelaten. Nee, vandaar die maatregel. U noemde daar enkele buurlanden, ook enkele regio's uit de buurlanden. Is dat overlegd met hen? Hebben zij gelijkaardige maatregelen? Want bijvoorbeeld Nederland sluit zijn grenzen niet. Daar heeft Rutte gezegd, ja, het is niet verstandig om naar België te gaan, bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld de grens tussen Frankrijk en Duitsland is ook gesloten. Wat de grens met Nederland betreft, die is dus nu dicht met uitzondering voor de categorieën. Maar dat wil ook zeggen dat mensen effectief terug moeten keren. Maar is dat overlegd?
zoiets? Dat is overleg. Het is een voortdurend overleg geweest. Sinds meerdere dagen ik met mijn Nederlandse collega Grapperhaus nog deze middag vlak voor we de beslissing hebben genomen. Met mijn Franse collega Castaner. Vanavond is er ook nog een teleconferentie met mevrouw Patel, die mijn Britse collega is. Duitse collega Seehofer is op de hoogte. De Luxemburgse collega Bofferding. Dat doen we. En ze hebben begrip voor de maatregelen. Ja, is dat niet iets wat toch beter in één keer Europees beslist wordt? Ja, maar landen hebben nog altijd de mogelijkheid om binnen dat Schengen-akkoord aparte regelingen te treffen. Maar denkt u dat het beter zou zijn? Ik denk dat het beter zou zijn, maar het is aan ieder land om zelf om te gaan met die bedreiging die het virus is. We hebben geïnterpreteerd, want we zijn in Schengen, maar we hebben geïnterpreteerd dat op basis van de volksgezondheid we effectief deze maatregel moeten nemen. Het is een maatregel die echt noodzakelijk is en die komt op andere, zoals bijvoorbeeld het verdelen van maskers, maar zoals bijvoorbeeld ook de opeising. Gisteren van meer dan 180.000 coronatesten en ook reagentia, dus basisstoffen om die testen te maken. Wij zetten alles in het werk om de bestrijding van het virus mogelijk te maken. Maar terug naar die grenscontroles. Hoe zit dat dan voor de luchtvaart bijvoorbeeld? Worden daar ook, gelden daar die regels in elk geval, wat de controle betreft, zijn het aantal politieagenten verzekerd. Dus wij kunnen dit aan, want er zijn heel veel zaken die niet meer gedaan worden. Bijvoorbeeld activiteiten in open lucht, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden. En wat het deze maatregel betreft, hij is allesomvattend. Mm-hmm. Het geldt, ik zou moeten durven zeggen, of kunnen zeggen, te land, ter zee en in de lucht. Hij is van toepassing op het aankomend verkeer op de luchthaven van Zaventem. Dus mensen die niet essentiële verplaatsingen doen naar België en die via Zaventem op het grondgebied komen, zij zullen worden teruggestuurd. En wij zullen ook vragen aan de beheerder van de luchtvaartmaatschappij van de luchthaven in Zaventem om de plaatsen van vertrek, daarvan de nodige informatie te geven. Mensen die aankomen in Brussel-Zuid met de Thalys of met de Eurostar zullen dus, wanneer het een niet-essentiële verplaatsing is, die zullen dus worden teruggestuurd. Maar dat vraagt toch heel veel mankracht, maar u maakt zich sterk, dat lukt allemaal, dat kunnen we aan. Wel, er zijn nu reeds permanent 10.000 politieagenten op een periode van 24 uur actief. En die zien toe op de naleving van de eerste maatregelen. En dat is ook het samenscholingsverbod. Dat is ook erop toezien dat nachtwinkels dichtgaan. Dat is ook toezien op het feit dat men bijvoorbeeld niet meer naar een tweede verblijf op het Belgisch grondgebied. Dat is voldoende voor nu ook al die controles te kunnen doen. Ja, er zijn natuurlijk bijkomende mensen die nu vrijgemaakt zijn, vrijkomende capaciteit, tussen de lokale en tussen de federale politie wordt afgesproken. En dus er is voldoende personeel om die controles te doen. Ik wil ook nog wel zeggen, er is geen enkele soepelheid die aan de dag wordt gelegd. Dus wanneer men een overtreding begaat, dan riskeert men boetes. Men riskeert een boete tot 4.000 euro. Zijn er al boetes uitgegeven? Ja, zelfs tot gevangenisstraffen van 3 maanden. En vandaag zijn er reeds boetes uitgedeeld. Heeft u daar een cijfer over? Ik heb daar vandaag nog geen cijfer over, maar dat gaat over minstens een tiental boetes die reeds zijn uitgeschreven. Ik doe nogmaals een oproep. Blijf thuis, verzorg uzelf en ook de mensen rondom u. Nog één zaak, want het weekend staat voor de deur. Misschien zijn er toch mensen die denken naar zee te kunnen omdat ze daar een tweede verblijf hebben of naar de Ardennen voor een wandeling in de bossen te gaan maken. Dat mag dus niet. Kijk, het heeft geen enkele zin om te doen, want u zal niet toegelaten worden tot de kust. Ook niet op een interessante plaats, een toeristische recreatieve plaats in de Ardennen of elders. Het is een verplichting op zich om zich op de woonplaats te blijven of zich naar de woonplaats terug te begeven en er bij voorkeur te blijven. Het is een maatregel die we nemen omwille van volksgezondheidsreden en er zal effectief heel streng worden op toegezien. Dus ik roep iedereen op, nogmaals, neem uw verantwoordelijkheid. Maak dat we samen het virus kunnen indijken. En deze heel strenge maatregelen zijn de enige mogelijkheid om dat te doen. Dus een oproep aan de burgers. Neem uw verantwoordelijkheid. De overheid doet het ook. En we dragen zorg voor iedereen in dit land. Een heel duidelijke boodschap. Bedankt, minister De Krem. Dank u wel. Op sociale media was opgeroepen om vanmiddag om 12 uur te applaudisseren voor iedereen die ons land draaiend houdt, ondanks het coronavirus. Voor de vele artsen en zorgverleners, maar ook voor de vele andere beroepscategorieën en vrijwilligers die ons door deze coronatijden helpen. Er was ook gevraagd om een wit laken uit te hangen en die oproep werd massaal gevolgd. Dank u wel, lieve zorgverleners. Laken uitgehangen.
Dank je wel. En wie graag deelneemt aan deze actie, dat kan straks nog om 8 uur. En ook de volgende dagen en weken wellicht. Want vanaf nu is het een vaste oproep. Elke dag applaus om 8 uur 's avonds. Zowat alle ziekenhuizen zijn intussen hun dokters en verpleegkundigen aan het bijscholen om klaar te zijn wanneer er een toevloed komt van coronapatiënten van wie de longen zijn aangetast. Leren beademen bijvoorbeeld. Vooral de verpleegkundigen van de operatiekwartieren worden klaargestoomd. Hun operatiezalen zullen namelijk als eerste gebruikt worden wanneer er te weinig plaats is op de dienst intensieve verzorging. Bij het AZ Delta in Roeselare kregen liefst 100 verpleegkundigen vandaag bijscholing. Je moet op alle plaatsen aspireren, opletten dat je de mond niet gaat kwetsen. Een buis inbrengen voor de beademing. Veel van deze nogthans ervaren verpleegkundigen hebben dat al lang niet meer gedaan. Als het aantal patiënten in kritieke toestand toeneemt, kan dat nogthans belangrijk zijn. Dan zijn er plaatstekorten op intensieve. Dan moeten andere afdelingen en hun personeel klaarstaan. Eerst en vooral de operatiekwartieren. De intensieve zorgen is maar een kleine afdeling, maar we hebben eigenlijk heel veel operatieverpleegkundigen die al een heel deel van dat werk kennen. En die zalen staan op dit ogenblik leeg doordat er geen electieve ingrepen gepland zijn. En daardoor is er daar een mogelijke capaciteit voor in geval van nood. Er hoort ook een theoretisch cursusdeel bij. Bemerk hoe de verpleegkundigen veilig ver uit elkaar zitten. En nauwgezet noteren, het is dan ook behoorlijk pittig. Als je een probleem hebt met oxygenatie, weet, je kan spelen met je piep of met je FiO2 om ervoor te zorgen dat de oxygenatie verbetert. Wist u er nog veel van? De helft en de andere helft is een goede opfrissing. We zijn ook een goed team. Ik ben er zeker van dat we elkaar gaan helpen en steunen. Ja. Terug naar de praktijkcursus. De volgende is het al aan het uitproberen. Stel u gerust, de zwaarste gevallen blijven op de echte intensieve diensten en deze bijgeschoolde verpleegkundigen staan er niet alleen voor. Het kan nog altijd zijn dat de anesthesist verantwoordelijk is, maar dan krijgen we eigenlijk een extra paar ogen die alles in de gaten houdt, want de arts kan niet overal tegelijk zijn. Zij kunnen een extra oog zijn voor de arts om te zien als er bepaalde afwijkingen zijn, om die vroegtijdig te kunnen melden aan de arts. Naar de cijfers dan voor ons land. 16 Belgen zijn de voorbije 24 uur overleden aan het coronavirus. Dat is de grootste stijging tot nog toe. We zitten nu aan een totaal van 37 overlijdens. En er zijn op dit moment bijna 2260 bevestigde besmettingen in ons land. Zelfde gezichten maken elke dag de update over de corona-epidemie bekend. Relevant zijn vooral het aantal mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een kleine week geleden waren er dat 97, nu 837. En het aantal patiënten op intensieve zorg volgt die trend. Van 24 tot 164 nu. Al blijven dat uitzonderingen. Het is zo dat het merendeel van de infecties mild verlopen. En voor het merendeel van de personen volstaat het om thuis uit te zieken. Het is maar een klein deel van de mensen die echt complicaties ontwikkelen. Dus er is geen reden om paniek wanneer u koorts ontwikkelt of griepachtige symptomen. Vaak zal dat vrij goedaardig verlopen. 164 mensen liggen dus op intensieve verzorging. In totaal heeft ons land 1900 bedden. Het is zo dat België op dat gebied een zekere luxe heeft, dat wij verhoudingsgewijs heel wat intensive care bedden hebben, heel wat beademingsapparatuur. Er is op dit moment, weten we, een capaciteit van ongeveer 1900 intensive care bedden met beademingsapparatuur. En we weten ook dat onze hospitalen volop aan het werken zijn om indien nodig die capaciteit nog te kunnen opdrijven. Om de 3 dagen verdubbelen de cijfers nu. Als we dan doortellen, komen we van 164 nu op 29 maart, volgende week zondag, op 1304 bezette bedden in intensieve zorg. Dat blijft net onder de capaciteit van 1900 bedden. En vanaf dan zou het effect van de maatregelen zichtbaar moeten zijn en vlakt de curve hopelijk af.
Professor Erika Vliegen, goedenavond. Welkom, specialist infectieziekten en ook lid van het wetenschappelijk comité Corona. Ja, we zagen net de berekening gemaakt. Hè. Als het zo doorgaat, dan hebben we voldoende bedden op de afdelingen intensieve verzorging tot eind deze maand, misschien iets later. Is dat genoeg? Wat dan? Ja, dat is een spannende vraag natuurlijk. Hè. Wel, om te beginnen, die cijfers die gaan nog wel een aantal dagen doorstijgen. Daar moeten we ons gewoon mentaal op voorbereiden. Dat is normaal. Hè. In zo'n curve, zo'n epidemie, stop je niet meteen van de ene moment op de andere. Maar we verwachten wel of we hopen effect te zien van de maatregelen die we genomen hebben vorige vrijdag en nu ook afgelopen maandag. Tegen midden volgende week en dan tegen eind volgende week nog wat verder. Hè. We hopen dat dan die groei ook wat minder hevig, hè. Dat ritme. Die, we hopen ja. dat, maar stel dat het toch anders uitdraait. Ja, wat doen uiteraard. We dan? Hè, moet altijd een plan ja. B en een C en D ja. desnoods hebben, uiteraard. Hè. Dus wat alle ziekenhuizen op dit moment aan het doen zijn, is in eerste instantie een hele goede opleiding aan het maken, ziekenhuis per ziekenhuis. En wat hebben we echt? En wat is nog buffercapaciteit? Op welke manier kunnen we... welke patiënten horen absoluut nog thuis op intensieve zorg? Want je mag niet vergeten, we hebben natuurlijk ook nog heel veel niet-covid-patiënten. En daar moet ook heel goed voor gezorgd worden. Hoeveel capaciteit hebben we echt nog nodig voor die mensen? En hoeveel kunnen we vrijmaken. Dus die oefening is al een hele tijd intensief aan de gang. Wij krijgen al die gegevens binnen. Wij monitoren dat. En dat ziet er goed uit? Op dit moment, ja, natuurlijk. Wij monitoren dat heel angstvallig, dag na dag. En we hebben uiteraard ook plannen B enzovoort voor eventueel, als dat nodig is, verdere uitbreiding. Hè, zoals collega's al zei, we hebben een vrij goede capaciteit aan een aantal bedden en beademde bedden. Dus de mensen gaan niet meteen in de gangen van de ziekenhuizen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee. Nu, er zijn 37 overlijdens intussen. En die cijfers gaan nog oplopen de komende dagen. Daar kunnen we eigenlijk zeker van zijn. Kunt u een profiel schetsen van wie dat zijn? Zijn dat ouderen? Zijn dat mensen met andere medische verwikkelingen? Voor de gegevens die we nu al hebben, maar overlijdensstatistieken lopen een klein beetje achter, want dat moet echt goed gedubbelcheckt worden. Daar zijn de collega's van Cienzano erg secuur op. Maar wat we weten inderdaad van de overlijdens waar we die gegevens van hebben, is dat toch de grote hoop zit toch eigenlijk in de, laten we zeggen, de 70-plussers. Al zijn er toch ook wel wat mensen rond de 60 die ook overlijden. Mm-hmm. Maar zoals ik er nogal gezegd heb, de biologische leeftijd op zich is niet het enige. Hè. Soms zijn dat mensen van in de 60, maar met een hele uitgebreide medische voorgeschiedenis die daardoor ook extra kwetsbaar dat zijn. Dat speelt mee. Ja. Nu, ze gaan wellicht niet in de statistieken allemaal terechtkomen, want lang niet iedereen wordt nog getest, maar er gaan de komende dagen en weken meer en meer mensen voelen dat ze dat virus hebben opgelopen. Opgelopen dan voor die maatregelen van kracht waren. Wat moeten zij doen als ze iets voelen? Kunt u dat nog eens duidelijk zeggen? Ze moeten niet naar de spoeddiensten gaan. Wat doen ze wel? Nee, in principe iemand die ziek is, die zich grieperig voelt, die zich niet lekker voelt, die moet in eerste instantie thuis blijven. Nu, wat worden we sowieso eigenlijk bijna allemaal verondersteld. Dus ook als je nog werkt, zoals u en ik, dan moet je thuis blijven. Dan blijf je binnen en dan neem je temperatuur en dan volg je eigen symptomen, je eigen klachten op. Wordt dat erger en ben je er niet gerust in, dan moet je wel met de huisarts bellen. Die hebben zowel ook een telefonische consultatie en triage. En als die de indruk krijgen dat het echt niet goed gaat, en die zullen ook een aantal gerichte vragen stellen, bijvoorbeeld naar kortademigheid of naar andere klachten, dan zullen die u wellicht ook laten komen op hun pre-triagecentrum om dan goed uit te zoeken, is dit een persoon die nog veilig thuis kan blijven of het is een persoon die misschien toch omwille van vermoeden van COVID of iets anders, want je kan natuurlijk ook gewoon ziek zijn door iets anders, moet hij toch naar het ziekenhuis. Hè? Dus dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Dus thuis blijven en de huisarts bellen. Precies. Dat zijn eigenlijk de twee zaken die moeten gebeuren. Nu laten we eens kijken naar Italië. Daar is het heel erg gesteld op dit moment. Vandaag 200 doden, meer dan gisteren. Gisteren was het om en bij de 400, vandaag 600. Dat zijn dramatische toestanden daar. Er is ook een oproep geweest van een Italiaanse arts, echt om al die maatregelen na te leven, dat het niet zo erg wordt in de andere Europese landen dan. Als we dat dan zien en horen, denk ik, pakken wij het dan wel goed aan? Want eerst was het een griepje.
dan was het oké om te gaan skiën in Noord-Italië, terug te komen zonder eigenlijk echt gescreend te worden. Dan komen er wel maatregelen, stukje bij stukje, als de bevolking er klaar voor is. Pakken we dat goed aan? Zijn we niet te laat? Hollen we er niet achteraan? Nee, dat denk ik niet. Okay. Ik denk dat we eigenlijk met hele forse maatregelen, ook vandaag is er weer die maatregel bijgekomen, het sluiten van de grenzen. Nee, ik denk dat die maatregelen echt ook wel op het juiste moment gekomen zijn en dat als de bevolking daar klaar voor is, ja, daar zijn enkele dagen overheen gegaan. We hebben daar ook zelf als wetenschappers gezegd van dit moet nu echt gebeuren. Nu is het moment dat dit moet gebeuren. Ja, dus we gaan niet die kant op, die Italië. Wel, houd vasthouden en laat ons vooral even de zaak afwachten. Maar voorlopig houden wij onze adem in en denken wij dat het ritme waarop onze epidemie verloopt toch een iets kalmer ritme is dan die Italiaanse epidemie. Ja. En dan nog een lichtpuntje. Er is vanmorgen vroeg een hele lading, 5 miljoen mondmaskers aangekomen, waar zo naar gevraagd werd. We hebben daar een verslag over. We gaan er eerst naar kijken. Afgelopen nacht landt op de luchthaven van Bierzij het lang verwachte vliegtuig met mondmaskers. Meer dan 5 miljoen zijn het er. Deze nacht nog zijn ze naar de kazerne van Peuty gebracht. En van daaruit brengt de civiele bescherming de levering naar de ziekenhuizen die ze nodig hebben. Ik ben zeer blij dat het gelukt is, want het is een groot probleem in alle landen. In alle Europese landen, eigenlijk wereldwijd, is er een gebrek aan beschermend materiaal. Een deel van de mondmaskers is aangekomen bij het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaals in Vilvoorde. De levering komt niets te vroeg, want hier zitten ze met een nijpend gebrek aan mondmaskers. We hebben inderdaad 26.000 mondmaskers vandaag ontvangen. We zijn daar zeer tevreden over. Maar het gaat wel over de chirurgische mondmaskers, dus niet de FFP2's, die beter beschermen tegen druppels. Maar desalniettemin zijn we zeer tevreden. Intussen stijgt het aantal coronapatiënten uur na uur, ook hier. Ondanks de levering van vandaag en ondanks eerdere giften heeft het ziekenhuis nog mondmaskers nodig. Vooral de hoogbeschermende FFP2's. Iedereen die nog zo'n masker heeft liggen of beschermende kledij is welkom. Ja, het zou leuk zijn mochten bedrijven, zoals al gebeurd is, of ook mensen die FFP2-mondmaskers hebben liggen, ze naar het ziekenhuis brengen. Wij kunnen die altijd gebruiken. En ook in de toekomst, mocht er een grote piek komen, dan zijn die altijd welkom. Als die piek er komt, zal het ziekenhuispersoneel non-stop aan het werk zijn. Het ziekenhuis doet dan ook een oproep aan al wie vrijwillig wil komen helpen, bijvoorbeeld in de logistiek. Ja, een enorme lading van die mondmaskers, 5 miljoen. Is het genoeg om de crisis door te komen? Want er is blijkbaar een verschil ook tussen en sommigen beschermen niet zo goed. Leg het eens uit. Ja, oké. Dus die 5 miljoen, dat zijn chirurgische maskers. Ja. Dus dat zijn die we het meeste in het straatbeeld zien, met rekkertjes achter uw oren. Ja, die zien we links in beeld. Beschermen eigenlijk vooral om, die geven eigenlijk aan patiënten of mensen die misschien besmettelijk zijn, om eigenlijk het virus niet verder door te geven. Maar die hebben wel een zekere beschermingscapaciteit. Die andere maskers, dus die rechtse, dat zijn de zogenaamde FFP2-maskers. Die sluiten heel nauw aan. Dat is heel onprettig om aan te doen. Die gebruiken wij typisch in het ziekenhuis bij behandeling van tuberculose patiënten. En dat zijn eigenlijk dat zijn maskers die zorgverstrekkers echt extreem beschermen. Voornamelijk als je echt niet alleen denkt dat patiënten de ziekte overdragen via de druppeltjes, maar eigenlijk als het echt ook zich via de lucht kan verspreiden. En dat is bijvoorbeeld bij hele specifieke activiteiten. Als je een patiënt moet beademen, als je een longonderzoek moet doen. Dat zijn vooral ook die we nodig hebben. Er daar genoeg voor de ziekenhuizen? Nee, daar is nog absoluut tekort aan. Deze eerste lading is zeer wel gekomen, maar het is helemaal nog niet gedaan. Er zit nog wel van alles in de pijplijn, maar dat is ook allemaal heel dringend. Ook ander medisch materiaal, schorten begint heel nijpend te worden. Al die buisjes en tubes voor de beademingstoestellen. Ziekenhuizen hebben dat wel, maar om die groeiende aantallen goed aan te kunnen, goed te bufferen, dat moet allemaal op tijd in de ziekenhuizen geraken. Ja, want er komt nog heel wat op ons af, heb ik begrepen. Ja, en daar moeten we ons op voorbereiden. Enfin, dat doen we al een hele tijd, maar met meer intensiteit natuurlijk. Ja, hoe langer de tijd vordert. Ja. Bedankt, professor Vliegen.
Nu moet je eigenlijk heel de tijd proberen je twee functies, je mama zijn en je werknemer zijn, proberen dat goed te doen. En je hebt het idee dat je op alles faalt, dat je op beide vlakken niet goed bezig bent. Thuiswerken en kinderen opvangen, niet evident. Sinds de maatregelen voor opvang op school verstrengd zijn, moeten ook de ouders die thuiswerken hun kinderen zelf opvangen. En daar is soms wat creativiteit bij nodig. Ja, we hebben ons een beetje geïnstalleerd met de verlengkabels en dan het tweede scherm. En mijn laptop vlak naast het herenhuis van Playmobil. Okay. Dus jij kunt vandaag gewoon rustig verder doen en eigenlijk gaan die twee uur waarschijnlijk niet van toepassing zijn. Joke werkt voor een communicatiebureau van thuis uit met haar twee kindjes van 1 en 7 in huis. Net als haar man Thomas die voor een afvalbedrijf werkt. Je moet altijd uit mekaars weggaan en met videobellen gaat dat dan nog moeilijker natuurlijk. Maar bon, we redden ons. We stoten uit de kamer. Ja. Als zij moet bellen met videocall, moet ik ofwel daar in de hoek gaan staan ofwel in de andere kamer met mijn gsm. Dus ja, het is niet gemakkelijk. Het is puzzelen en improviseren en aanvaarden dat het anders dan anders loopt. Ja, voluit gedoe dat je kunt natuurlijk. Hè. Maar op volledig 100% capaciteit. Want thuis uit, dat gaat nooit, denk ik. Dat gaat nooit. En je bent aan het bellen en dan denk je van ja, even nog laten rondlopen en we gaan die pamper direct regelen. Maar we hebben al wel momenten gehad dat zeer pittig waren afgelopen week. En het schoolwerk van Marie-Lou, die in het eerste leerjaar zit, komt er ook bij. 9, ja. Zit er maar op. Ik heb al die posten van ja, ritme is belangrijk voor kinderen. Wij kunnen dat niet handhaven. Ik kan niet zeggen, op dat uur ga jij dat doen. Want als ik dan een telefoon heb, ja, proberen van het los te laten. En niet te hard dingen te willen in stramine steken. Dus ik heb ook schema's en zo opgegeven met Marie-Lou. Heeft geen nut. Ik probeer hier thuis zoveel mogelijk te helpen waar dat kan. Maar van thuis uit is dat toch altijd een beetje beperkt in je doen. Misschien is genoeg, denk ik. Hè. Dus ja, maar we doen ons best. We proberen. Wanneer dit allemaal voorbij zal zijn en de maatregelen opgeheven worden, niemand waagt zich aan een voorspelling. Maar de universiteiten hebben nu al beslist om de rest van het academiejaar geen les meer te geven in hun aulas en lokalen. Alleen nog op afstand via het internet. De laatste 10 dagen is werk gemaakt van extra online lessen. En die blijven nu behouden, ook al vallen de voorzorgsmaatregelen weg. Kijk, zelfs indien er op 19 april pakweg een beslissing zou komen op het einde van de paasonderbreking. We hebben op dat moment nog 4 tot 5 weken van het semester te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat we op dat moment terug studenten met 300, 400 in een auditorium gaan samenzetten. De epidemie zal dat op dat moment nog niet toelaten. Dus we kunnen beter nu de beslissing nemen die iedereen duidelijk maakt dat ze zich moeten voorbereiden op het verder zetten waar ze nu zo goed in zijn of zo goed in geworden zijn. Dat is het online onderwijs. Op heel wat sectoren wegen de quarantainemaatregelen zwaar door, niet alleen het onderwijs. De land- en tuinbouwers zitten ook met een probleem. Zij mogen geen buitenlandse seizoensarbeiders meer laten komen om te helpen. Er zullen daardoor bijvoorbeeld minder asperges geoogst worden, een typische voorjaarsgroente. Johan Driessen schraaft in zijn winterbedden met asperges. Dit beloofde een topjaar te worden. De koppen zijn er klaar voor te groeien. Dit jaar is eigenlijk extreem vroeg. Rond de 10 april begint eigenlijk pas de oogst van de asperges. Deze week verwachtte hij 18 seizoensarbeiders uit Roemenië en Bulgarije. Ervaren mensen die hier al vaker zijn 10 hectare aan asperges zijn komen oogsten. Die zeggen dat ze niet hier aan zouden, dat ze vast komen zitten op de grens. Nu zijn er papieren gemaakt dat ze dus een werkovereenkomst hebben. Dan zou dat dus misschien vermakkelijken, maar schijnbaar... worden ze gewoon tegengehouden aan de grens en mogen ze gewoon niet door. Johan teelt elk jaar zo'n 70 ton asperges. Maar zonder medewerkers gaat dat niet lukken. En Belgen vindt hij niet bereid om het te doen. Daar gaan we eigenlijk niks aan doen. Dus dat wordt allemaal verloren. En zou er geen verandering komen of zou het nog erger worden met het coronavirus, dat we geen Polen of Roemenen of buitenlanders of mensen van hier kunnen te werk stellen, dan... gaan we dit jaar niks doen. In Vlaanderen zijn er 100 aspergetelers die 560 hectare grond telen. Daarvoor zijn 1000 seizoensarbeiders nodig. En de aspergeteelt is nog maar de eerste van de groente- en fruitteelt dit voorjaar.
Nu valt dat op voor asperges, maar we kijken binnenkort naar de aardbeiteelt, de lentegroenten die eraan komen, tomaten later. Dus de sierteelt, die liggen eigenlijk volledig plat. De verkoop is stilgevallen. Daar kijken we naar een verlies van omzet van ongeveer 135 miljoen euro die eraan is te komen. Dus heel zware impact. De regering besliste vandaag om de arbeidsvergunningen voor seizoensarbeiders die hier al zijn te verlengen. En dat vindt de sector een stap in de goede richting. Het is in elk geval van cruciaal belang voor bedrijven die dat kunnen om te blijven werken in veilige werkomstandigheden uiteraard. En om het belang daarvan te onderstrepen bracht viroloog Mark van Rans daarnet een bezoek aan een zuivelbedrijf in Herne in het Pajottenland. Onze productie moet gegarandeerd blijven, was de boodschap. Het is uiteraard een gezondheidscrisis, maar langs de andere kant dan moet de rest van de maatschappij ook blijven verder doordraaien, hè. En dan hebben we uitzonderlijke omstandigheden, nemen we uitzonderlijke maatregelen, maar dan vragen we ook uitzonderlijke inspanningen van uitzonderlijke mensen. De gezondheidssector moet blijven draaien natuurlijk, dat is de eerste prioriteit. Maar er zijn ook een aantal andere sectoren in onze maatschappij hier, in dit voedingsbedrijf, die vitaal zijn voor ons dagelijks leven, voedsel, water, elektriciteit. Er zijn heel veel dingen die wij dagelijks gebruiken en die afhankelijk zijn van een economische keten die erachter zit. Een opvallende oproep komt er van Wouter Torfs, zaakvoerder van de gelijknamige schoenenketen. Hij vraagt om online aankopen te doen op Belgische websites en niet op de grote buitenlandse websites. Onze concrete vraag is naar solidariteit van de consument. Op deze moment zijn onze winkels dicht, onze omzet valt weg, onze onkosten lopen door. Dus dat zijn heel zware tijden, we zijn in overlevingsmodus. De consument kan ons helpen door lokaal te shoppen. Als je online shopt, koop dan alsjeblieft bij een Belgische webshop. Hier werken mensen. Wij betalen belastingen, RSZ. Wij zullen mee zorgen dat de ziekenhuisfactuur betaald wordt. Dat kan je niet zeggen van grote buitenlandse webshops. Allemaal oproepen die kunnen helpen. En intussen doet ook de federale regering er alles aan om onze economie draaiend te houden. Zo wordt tijdelijke werkloosheid vanaf nu automatisch toegekend, zodat wie thuis zit snel zijn uitkering krijgt. En zelfstandigen die hun zaak sluiten, gedwongen of vrijwillig, die krijgen automatisch een uitkering van ruim 1200 euro. En dat allemaal bovenop wat al beslist was. Premier Wilders geeft toe dat de gevolgen van de coronacrisis voor onze economie wel eens zwaarder kunnen doorwegen dan de financiële crisis van 2008. Inderdaad, dat de gevolgen daarvan kunnen heel dramatisch zijn. En sommigen zeggen dat inderdaad misschien erger dan 2008. Daarom heeft de regering een batterij economische maatregelen voorzien om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Nu al zijn er 700.000 mensen op tijdelijke werkloosheid gezet. Bovenop hun werkloosheidspremie, die beperkt is tot 70% van het loon, wordt nu ook een maandelijkse premie voorzien van 150 euro. We gaan nu naar één systeem van tijdelijke werkloosheid. We hebben beslist om per dag dat mensen in die tijdelijke werkloosheid zijn, 5,63 euro te betalen per dag. Wat eigenlijk komt op 150 euro per maand dat erbij komt. De RVA gaat dit betalen samen met de werkloosheidsuitkering. Bedrijven krijgen ook uitstel van betaling voor alle belastingen en voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten, wordt bovenop de Vlaamse premie van 4000 euro ook nog eens een federale premie voorzien van 1200 en 1600 euro. Dus de 1200, 1600 euro voor mensen die zelfstandig zijn en activiteit moeten staken. Dit gaat ook automatisch gebeuren. Ook de regelgeving vandaag is gisteren of gisteren in het parlement, komt vandaag ook op de website, ook van RSVZ en anderen. Dus ook daar gaan we een inkomen geven aan mensen om die moeilijke periode te overbruggen. En er wordt met de banken ook onderhandeld om uitstel van betaling te krijgen bij de terugbetaling van leningen. Wat voor mij één element is dat zeer duidelijk is, is dat wij de voorbije 10 jaar de banken gered hebben. Dat we de banken allerlei kapitaalsvereisten en liquiditeitsvereisten opgelegd hebben. We hebben die maatregelen genomen met een reden. Namelijk dat die buffers die de banken vandaag hebben, dat die gebruikt zouden worden op een moment van economische crisis. Dit is zo'n moment. Crisis, maar toch ook een klein beetje goed nieuws. De Europese beurzen zijn voor het eerst sinds het uitbreken van deze coronacrisis nog eens fors hoger gegaan. Ik ga meteen naar onze redactie, naar Michael van Drogenbroek. Ja, Michael, op het einde van de week dan toch beterschap op de financiële markten.
Ja, winsten van 5% vandaag in Europa. Dat is inderdaad opmerkelijk, want dat is al even geleden. Maar om te relativeren, het komt er natuurlijk na een maand waarin de meeste van die beurzen een klap van 40% hebben gekregen. Maar het geeft wel wat ademruimte. En dat komt vooral door een engagement van Christine Lagarde vandaag. De voorzitter van de Europese Centrale Bank kondigde gisteren al aan met miljarden euro's die Europese economie te zullen ondersteunen. En zegt vandaag elk engagement te zullen nemen om de economische crisis die er zit aan te komen, om die te counteren. Dat is trouwens ook goed nieuws, niet alleen voor de beurzen, maar ook voor heel wat landen die hun rente lager zagen vallen. Dat geeft bijvoorbeeld Italië ook wat ademruimte om ondanks die hoge staatsschuld die het land heeft, ook te kunnen investeren straks als die gezondheidscrisis ooit over zal zijn. Maar, er is natuurlijk wel een grote maar, alle barometers die aangeven van wat er met de economie zal gebeuren, ja, daar zien we echt alleen maar donkere wolken. Vandaag kwam bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen voor ons land binnen. Dat staat op het laagste niveau ooit de laatste weken. En dat betekent dat consumenten de economie, maar ook de werkloosheid somber inzien. Het zijn barometers. Echte cijfers zullen de komende weken komen, maar dat blijft toch wel iets waar donkere wolken weinig goed voorspellen. Dankjewel, Michael van Drogenbroek. En we zeiden het al, de strenge regels om het coronavirus in te dijken, die laten zich voelen in heel veel sectoren. Ook in de begrafenissector. De begrafenisondernemers hebben onderling afgesproken om niet meer dan 20 mensen toe te laten bij een uitvaart. En een overledene groeten raden ze af. En als de familie erop staat, dan zijn er strikte maatregelen. In Overijssel maakt begrafenisondernemer Jan Korevits zich klaar voor een uitvaart. Die vindt plaats in de aula van zijn uitvaartcentrum, maar van de 140 stoelen die normaal in de zaal staan, blijven er slechts 20 over. Het maximum aantal mensen dat bij de uitvaart aanwezig mag zijn. De meeste mensen gaan er vrij goed mee om. Het moeilijkste is eigenlijk ook onderling om het contact te mijden. Is zeker op zo'n emotionele moment wel moeilijk. Je hebt toch altijd als je je ouder of je broer of zus ziet... Ziet treuren, van die te gaan troosten, is het dan moeilijk van die meter en een half afstand toch te bewaren. Ja. Ook bij Christophe Bruineel in Capelle gelden er noodgedwongen strenge maatregelen. Een laatste groet brengen aan een overledene wordt sterk afgeraden en in elk geval erg beperkt. Dit gebeurt nog zelden. We weten eigenlijk nooit op voorhand of iemand zeker aan het coronavirus overleden is. We moeten richtlijnen in acht nemen, strenge richtlijnen. Dat houdt eigenlijk in dat de mensen de overledene niet meer mogen aanraken. Zeker niet het gelaat kussen. We mogen maar maximum 5 mensen in één ruimte tegelijk toelaten. Mensen moeten hun handen ontsmetten. Maar op dit moment begroetingen is voor ons een beetje moeilijk. Sommige families kiezen er daarom voor het lichaam nu al te laten cremeren om dan later een echte afscheidsplechtigheid te kunnen houden. Deze week hadden wij 4 begrafenissen. Gisteren hebben wij nog eentje gedaan in strikt intieme kring. En 3 uitvaarten hebben we uitgesteld, waarvan dat de urnes hier staan te wachten op een grotere uitvaart als de coronacrisis voorbij is. Een crisis is het wel alweer dramatische cijfers voor Italië. Daar zijn in 24 uur tijd 627 mensen overleden door het coronavirus. Laat dat cijfer goed doordringen. In totaal zijn daar meer dan 4000 mensen overleden die besmet waren met corona. In Spanje zitten ze nu in totaal aan meer dan 1000 coronadoden. Spanje en Italië zijn van heel Europa momenteel het hardst getroffen. Soldaten van het Spaanse leger zijn bezig een tentencomplex op te bouwen in de ondergrondse parking van een ziekenhuis in de stad Oviedo. Hier moeten voortaan alle nieuwe coronapatiënten worden geregistreerd. Nu de kaap van de 1000 overlijdens is bereikt, waarschuwt de Spaanse minister van Volksgezondheid dat het daarmee nog niet gedaan is. Vienen los días peores. Esos días en que enfrentamos un crecimiento de casos. Acercándonos, como nos estamos acercando, aproximándonos, como nos estamos aproximando al momento en que conseguimos llegar al punto máximo. In Madrid, een van de meest getroffen steden in Spanje, is een groot hotel ingericht als tijdelijk ziekenhuis. Het Gran Hotel Colón heeft 164 bedden ter beschikking gesteld van coronapatiënten met milde ziekteverschijnselen. Net als in de Verenigde Staten doen ze in Spanje besmettingstests in mobiele centra die zijn geïnstalleerd bij ziekenhuizen. De mensen die zich willen laten testen blijven in hun auto zitten. De procedure verloopt snel. Te llega arriba, se ya acerca un enfermero específico que está haciendo las muestras. En un momentinho, en cuestión de 10 segundos, ya toma muestra.
In Italië is de situatie nog erger dan in Spanje, met vandaag ruim 620 overlijdens en 6000 nieuwe besmettingen. In ijltempo worden nieuwe ziekenhuisruimtes gecreëerd. Dit is het Columbus Hospital in de hoofdstad Rome, nieuw gebouwd en nu volledig bestemd voor coronapatiënten. En er wordt zelfs een cruiseschip klaargemaakt om zieken op te vangen. Niemand in Italië ontsnapt aan de risico's van de epidemie. Ook niet deze zusters. In een klooster bij Rome werden 40 besmettingen vastgesteld bij de nonnen. En opnieuw een moment van nationale solidariteit in Italië. Om 11 uur vanochtend hebben alle Italiaanse radiostations het volkslied uitgezonden. Van op hun balkons zongen de Italianen mee. Een ander beeld in China, waar het coronavirus voor het eerst opdook. Daar gaat dat nog altijd de goede richting uit. Want voor de tweede dag op rij zijn er geen nieuwe binnenlandse besmettingen gemeld. Er zijn wel 37 bijkomende gevallen, maar dat zijn allemaal mensen die uit het buitenland zijn teruggekeerd. 3 coronapatiënten in China zijn de voorbije 24 uur overleden en dat is het laagste aantal sinds eind januari. In de stad Wuhan, waar ze nu 2 maanden in quarantaine zitten, daar zien ze licht aan het einde van de tunnel. En we gaan nog eens naar eigen land, naar de rusthuizen. Ook daar is het aanpassen. Bezoekers zijn er al een tijdje niet meer toegelaten. En daarom is het behelpen met telefoon- en videogesprekken. Het zorgpersoneel in woonzorgcentrum Vrijzicht in Ieper heeft zelf beelden gemaakt van hoe het er bij hen aan toe gaat. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Wat wil je uit, André? Ja. De piepers zijn wel ontvangen. Ja, verjaren in tijden van corona, dat is vieren met ontbijt op de kamer, maar zonder kussen van personeel of familieleden. Of het moeten er virtuele zijn. Dat is mooi, hè? Kijk hier. Wat een beetje hier. Kijk, zijn er nog uit wie? Terro Salva. En Chili. Mooi verzorging. Het is allemaal goed. Bezoekers komen er niet meer in, maar ze kunnen wel pakjes en brieven achterlaten. Ze brengen de was of ze komen zo en ze staan daar en we wuiven. Had u het venster? Ja, ziet ja. Nee. En dan komt met de was en stekt daar hier een brief erin. En de was. Intussen ons met het personeel de gemeenschappelijke ruimte om te kunnen rummikuppen, bijvoorbeeld, op veilige afstand. Ik kan niet, ik ga moeten zakken. Al is het nu niet meer mogelijk om groepsactiviteiten te organiseren. Een beetje geduld aan, hè. Het gaat allemaal passeren. Ja. Ja, geduld. Ja, Maarten, ik weet niet of jij de sociale media veel checkt, maar daar gebeurt nu van alles om die quarantaine wat draaglijk te maken. Daar ga ik het straks nog over hebben, maar eerst heb jij sportnieuws. En dan vragen we ons af, die Olympische Spelen, ja. Hoe zit het daarmee? Ja, dat weten we nog niet. Misschien is het wel wachten tot einde mei. Maar het Amerikaans Olympisch Comité, dat een belangrijke stem heeft intussen wel laten weten dat het de visie van het IOC, dat is het Internationaal Olympisch Comité, deelt. En dat betekent afwachten en nu nog geen beslissing nemen. Intussen is die Olympische vlam ook aan een rondreis in Japan begonnen. En opvallend, die reis lokt veel toeschouwers. De Olympische vlam is aan een tournee door gastland Japan begonnen. Eerste halte de stad Ishinomaki in het oosten. En wat meteen opvalt van social distancing, voldoende afstand tussen de mensen, is hier niet veel sprake. Gevaarlijke toestanden, daar zijn de omstanders zich zelf van bewust. Maar gaan die Olympische Spelen wel door op de geplande data? De meningen in Japan lopen uiteen. 30% is een beetje wat ik wil zien. 70% is een beetje wat ik wil zien.
今東京ですとコロナウイルスが若干収まっている感じです。ですからこれからまだ日程を経ちますともうちょっと収まってくるんじゃないかな。そうすると可能性はあると思いますね。In de rest van de sportwereld groeit de skepsis met de dag. Levende ijshockeylegende Hayley Wickenheiser, viervoudig gouden medaille op de Spelen, steekt een vermanende vinger op naar atleten die vooral aan zichzelf denken. They're concerned about training and them being healthy, but then bringing potentially a virus home to their families. So I just think we have to have a lot more empathy and understanding about what is actually going on in the world. Humanity first and sport always follows. Het Amerikaans Olympisch Comité laat vandaag dan weer weten dat het nog te vroeg is om de Spelen nu al van de kalender te halen. Ja, en de UEFA, de Europese Voetbalbond, heeft wel al beslist dat het EK met een jaar wordt uitgesteld. De naam Euro 2020 blijft trouwens behouden. En de Belgische bondscoach Roberto Martinez die sprak vanmiddag met Sporza tijdens een Facebook Live-sessie over het uitstellen van het EK en over zijn contract dat in principe na de zomer afloopt. It is an issue because the focus was to try to carry on with the work that we've been doing in the last 4 years to the Euro. I would say that at the moment in talks, probably the situation has delayed the opportunity to be able face to face. But I feel that the initial contacts were positive. I still work every day like I'm going to be the national team coach for 100 years, and that nothing changed from my way of approaching. Dat is nog een tijdje. De topschutter van de Rode Duivels, Romelu Lukaku, speelt voor het Italiaanse Inter Milaan en net als bijna iedereen in Italië zit hij al anderhalve week thuis. Voor Lukaku is dat in zijn appartement in het centrum van Milaan en in een gesprek met ex-voetballer en analist Ian Wright heeft hij het over het gemis van zijn familie en over de moeilijkheden om thuis als topsporter je conditie te onderhouden. You know, I just miss like just the regular life. Yeah. You know what I mean? Being with my mom, being with my son, even being with my brother. Just, you know, people outside. I mean, I'm thinking about everybody, man. Like, it's bad because now you start appreciating what you have. I almost had a head loss yesterday, though. Want Romelu Lukaku zit al 9 dagen opgesloten in zijn huis. Geen trainingen dus voor de Rode Duivel. Hij moet zijn conditie individueel op peil houden. Maar de club ondersteunt hem wel. Yesterday in the group chat, they said to the asked the players like, yeah, who doesn't have a bike or a treadmill at the house? So they all like loads of players were like, yeah, me. The neck, like 2 hours later, they brought every player a bike. Lukaku is anders heel discreet over zijn privéleven. Nu vertelt hij wel over zijn 15 maanden oude zoontje Romeo, die momenteel niet bij hem is. 9 months he was walking, 10 months he was kicking the ball, and now he's like. Goal. Yes, man. So we put like a little goal in the living room, a goal in the back garden at my mom's house. Good. And then the first thing he wakes up at 7 in the morning, he takes his ball and he kicks around. Ja, zoals zijn papa. De Formule 1 voelt zich vaak wat verheven, maar in deze barre coronatijden zie je dat ze ook in de wereld van de snelle wagens het hart op de juiste plaats hebben. Nu de competitie stil ligt, gaan de Britse Formule 1-technici ademhalingstoestellen bouwen. De wagens mag de volgende weken niet gesleuteld worden, maar de Britse teams maken zich sterk dat ze de expertise hebben om op korte tijd producten van hoge kwaliteit af te leveren. Ze willen dus snel ademhalingstoestellen bouwen voor de Britse overheid. De Formule 1 ligt stil tot eind mei, maar de eerste 7 wedstrijden zullen wel virtueel gereden worden. Ja, dan toch eens wat positief nieuws uit de sportwereld, dat mag ook al eens. En ik denk dat jij dat ook nog hebt. Hè? Ja, zeker. Zeker, Maarten. Bedankt. Sociale media is de manier om deze dagen contact te houden met elkaar. Elkaar te informeren, te ontroeren, aan het lachen te brengen of de verveling of de eenzaamheid te lijf te gaan. En vanaf vandaag willen we u elke dag een compilatie tonen van wat we zoal gezien hebben op het wereldwijde Vlaamse web. Hier gaan we. Blijf in uw pot. Ik meen het. Blijf in uw pot. Blijf thuis. Ik meen het. Bedankt. Dank u wel.
Loneliness is killing me, and I must confess that I still believe, still believe. Gasten, dit is een heel ernstige situatie, dus probeer ze ook serieus te nemen. Probeer zoveel mogelijk binnen te blijven en stop met u in groepjes te verplaatsen. Alleen zo kunnen we de verspreiding tegengaan. Niet neuten, niet vleuren. Nog het weerbericht. Vannacht veel wolken en tijdelijk kans op wat regen, minimaal rond 3 graden. Morgen is het meestal droog en vanuit het noorden komen er geleidelijk meer opklaringen, maximaal morgen rond 8 graden. Ons land heeft vandaag zijn grenzen gesloten, een zoveelste bijkomende maatregel om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Niemand komt ons land nog in als dat niet strikt noodzakelijk is. En voor ons blijft de boodschap thuis blijven. Wees lief voor elkaar, hou het gezond en heel graag tot morgen. Bent u op de hoogte van de regelgeving in België? Ik dacht dat ik wel naar mijn zus mocht. Nee. Voor alle duidelijkheid, het is niet alleen langs de autoweg of de autowegen dat er zal gecontroleerd worden. Ook op de internationale treinen, ook op de luchthaven en ook op schepen, zo wordt ons gezegd. Wij moesten echt op basis van aanbevelingen die uit het medische team kwamen zeggen, we gaan hier halt moeten aan toeroepen, omdat al onze maatregelen die we nu reeds hadden genomen eigenlijk volledig teniet werden gedaan door het verkeer, het persoonlijk verkeer van mensen die eigenlijk onze eigen reglementeringen niet respecteerden. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.